Hallo dames en heren, leuk dat u luistert en kijkt naar een nieuwe podcast. Vandaag praat Ricardo Nielsen met Emiel Ratelband. Dit is de Vliegwiel Podcast. Nou, ik denk dat heel veel mensen zich, tenminste wat ik omheen zie, toch wel op de foute dingen zich richten. En daardoor niet in actie komen. Oh ja, Ik zie dat gewoon heel veel gebeuren. Dat er zoveel kwaliteit in die personen zit. Ja. En dat ze te veel op die dingen focussen. Ja. Die geven ze aandacht. En die laten ze groeien, die negatieve dingen. Ja, 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 en, ja, ja. En natuurlijk, je hoeft er niet blind voor te zijn. Mm-hmm. Maar ja, dat houdt je wel tegen. Ja. Ontegenzeggelijk waar, wat je zegt. Alleen, jou als coach zijnde is dus gewoon je plicht, zou ik bijna zeggen, om ze bij een nekvel te pakken. Ja. En een te wijzen op de consequenties van hun gedrag vandaag. Wat zal dat voor consequenties hebben vandaag, over een week, over een maand, over een half jaar of over een jaar? Nou, en als je dan die lijn door kunt trekken en ze zien in dat ze dus dat gedrag wat ze vertonen vandaag de dag gegeven wordt uit angst. En dat het dus dan ook een angstig resultaat zal creëren, want zo is het altijd. Mm-hmm. Nou, en dan kunnen zij die draai maken en zeggen van oké, ik moet weg daarvan. Ja. Ik moet naar mijn moed toe, ik moet naar mijn passie toe, ik moet naar mijn droom toe. Ja. Zo, ja. Dus, en dat is de kunst van jou. Ja, ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, ik vind het prachtig, ik vind het wel genieten als iemand op een bepaalde manier weggaat, tenminste zo op een bepaalde manier angstig en noem maar op een bepaalde manier binnenkomt en die gaat zo weg. Of je ziet na een traject dat hij zoveel gegroeid is, dat vind ik geweldig. Ja, nee, dat is natuurlijk daar kan ik ook van genieten. Ja, nee, maar dat is ook logisch. Ja. Dus de hoe noemen ze dat de, op de ja ik denk dat jij dat ook op je de kerst op de ja, ja. Op de tappenmoes, hè? Ja, precies, precies. Ja. Ja, ja. Ja. Is het wel voor iedereen geschikt om ondernemer te worden? Ja, ik zeg altijd, hoe zie jij dat? Ik zeg altijd van kijk, alles wat je wilt, dat kun je. En als je ondernemer wil worden, dan kan dat. En misschien is dat. Misschien wil jij vandaag ondernemer worden om eruit te leren dat ondernemer zijn niets voor jou is. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, dat kan ook, ja. Nou, en maar je hebt dan die fase meegemaakt. Nou, dus, dan is dat ook positief. Het kan ook zijn dat je heel twijfelt aan jezelf en je begint dus een onderneming. En dan blijkt het vele malen beter te gaan dan dat je had kunnen bedenken. Zo, dus maar als je bezig bent, dan komen natuurlijk al die zwakheden en de sterkheden komen vanzelf omhoog. Ja. Dus je moet het gewoon doen als je dat idee krijgt van ik wil een onderneming hebben. Ik wil winkelier zijn, ik wil retailer zijn, ik wil fabrikant worden, ik wil uitvinder zijn. Het maakt allemaal niet uit of ZZP'er gewoon zijn. Nou, ik vind dat je altijd alles wat je bedenkt, dat moet je doen. Dat vind ik. Ja. Ja, en dat het vaak fout afloopt, dat is oké. Ja. Dus dat is een les waar je op voort kunt beduren. Wat niet wil zeggen dat je het nooit meer moet doen. Maar dan op dit moment misschien dat je een verkeerde insteek hebt gehad. Nou, en wat leer je daarvan? Nou. Heel veel, denk ik. Ja. Ja. En je weet ook of je het leuk vindt, ja of nee. Ja, maar goed, dat leuk zijn is... Nee, dat, tenminste of die passie of die 20-80 regel waar je het over had dus eigenlijk. Dat is natuurlijk, kijk, het is natuurlijk ook wel een beetje in de mode, hè, om ZZP'er te zijn, zelfstandig te zijn. Want dus die succesverhalen van, noemen ze het allemaal op, hè, thuisbezorgd of van Apple, Steve Jobs of van, en noem het allemaal maar op. Ja, dat springt natuurlijk wel tot de verbeelding, dat mensen denken van, moet ik dan... Ja, maar dat zijn wel uitzonderingen. Als je alleen al de cijfers ziet van de ondernemers. Want als 100 mensen zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel, omdat er na 10 jaar nog maar 10% over is. Is dat zo? Ja. Is het maar 10%? Dat is echt noemenswaardig. Ah. Maar sommige ondernemers schrijven zich dan ook weer onder een andere naam in. Hè. Dus dat is ook natuurlijk een beetje een vertekend beeld. Okay. Maar er vallen er heel veel af. Ik dacht dat het 1 op de 3 was. 1 op de 3 zelfs, ja. Dacht ik, hoor. Ja. Maar goed, als jij dat zegt, dat zal het zo zijn. Tenminste, dat heb ik ook ergens gelezen. Ja, ja, ja. Dus, en dan zie je toch wel dat het toch een moeilijk beroep is voor heel veel mensen. Ja, maar goed, alles is moeilijk. Leren lopen is ook moeilijk. Ja, en het is mooi hoe je die metafoor vertelt natuurlijk. Ach, ja. Leren lopen is ook hartstikke moeilijk. Ja. Maar je moet niet te veel nadenken. Dus skiën is ook hartstikke moeilijk. En schrijven is nog veel moeilijker. En praten, als je bij stil gaat staan hoe praten is. Mm-hmm. Wat voor moeite dat kost om je tong in beweging te zetten, te denken van wat wil ik communiceren. Ja, wat wil ik zeggen. Ja, als je er bij stil gaat staan, dan begin je er niet aan. Ja. Zou ik bijna zeggen. Ja. Dus
Ja, en waar haal je het vandaan, hè? Weet je wel? Dat denk ik wel eens bij mezelf. Ik ben kind van ambtenaren. Nou, dus die willen graag ondernemer zijn, maar ze willen niet zo dood zijn als hun vader. Nou, dat begrijp ik. Maar ik heb zelf ook kinderen, ja, die zeggen, ik wil geen ondernemer zijn, want ik wil net zo gek worden als jij, pa. Heb ik ook getrek in? Nee. Nou, uiteindelijk worden ze het allemaal wel, want ze willen financieel onafhankelijk zijn. Ja, dat wordt natuurlijk niet bij de NS. Als je, dan moet je wel heel zuinig leven. Geen conducteur ook. Nee. Nou, het is langzamerhand zeker. Ja, en dan mijn jongste zoon ook, die zegt, ik zeg, wat wil je dan? Ja, wil je later miljonair zijn? Ik zeg, denk je dat je het dan gelukkig maakt? Hij zegt, dat weet ik niet, zegt hij, of ik er gelukkig van word. Maar ik weet wel dat ik ongelukkig word als ik geen poen in de zak heb. Oh. Ik zeg, nou, dat heb ik wel eens vaker gehoord tegen hem. Ja, zei, dat heb ik van jou gehoord, pa, en zo is het ook. Ja. Begrijp je dus? Ja, ik snap het, ja. En dan is het een kwestie van, hoe gaan ze er zelf mee om? Of hoe zitten ze erin? Ik heb één dochter, die is 45. Die wil gewoon op rust gelaten worden. Die alleen bij de gedachte dat ze het leven zou moeten leiden van de vader, maakt haar wel gek. Ja. Dus laat mij maar rust, zegt ze. Nou, is goed, schatje, laat je maar rust. Ja. Ja. Kijk, en het hoeft ook dan niet zo in superlatieven te zijn zoals ik het doe. Want ja, de snelheid die ik erin hou en de resultaten die ik erin bereik, ja, die zijn natuurlijk giga. Ja. Kijk, en dat komt natuurlijk, ik stop er heel veel kracht in. Mm-hmm. En hoe meer kracht je er ergens in stopt, ja, hoe meer eruit komt natuurlijk. Ja. Is dat echt jouw persoonlijkheid? Of heb je toch wel dit ook, werk je hier ook constant aan? Is het mijn persoonlijkheid of werk ik er constant aan? Ja, ik werk eraan, maar ik noem het geen werken. Nee. Weet je wel, ik noem het geen werken. Ik ben niet ik zal eens een boek lezen over time management, of ik zal eens een boek lezen over management, of nieuwe inzichten over ondernemen of zo. Ik werk er wel aan, omdat ik zelf nooit tevreden over mezelf ben. Ik kan altijd sneller, ik kan altijd hoger, ik kan altijd verder, ik kan altijd beter. En dat dus de tweede dag of de derde dag is dan saai. Mm-hmm. Omdat ik vind dat het beter kan. Zo, dus die saaiheid geeft mij dan de push om het te veranderen. Ja. Zo, dus dan wordt het weer levendig. Mm-hmm. Oh, leuk, dat uitvinden. Kun je dat alleen? Heb je iemand voor nodig? Moet je dan een boek lezen? Of zo, dus elke keer dan weer in dat kader. En dan groeien. Tenminste, groeien. Ja. Dan kom je verder. Ja. Ja, hoe krijg je het verzonnen als bakker zijnde om autovelgen te gaan importeren? Ik noem maar wat, weet je wel. Ja, ik denk dat het een stukje handelsgeest ook is. Wat aanstaat en de creativiteit waar je tegenaan loopt. Nee. Ik had een oom die was heel intelligent. Mijn vader had 5 broers en 5 zusters. En een van die broers die was uitvinder. Oom Joke. Ja. En ik kon heel slecht met die oom Joke, want die oom Joke was een hele vervelende man. Ja. Hele koude man, hele sterke man, heel gelovige man. En hij was ook nog eigenwijs hufter. Mm-hmm. En dus ik vroeg een keer aan hem van, ja, maar oom Joke, u bent uitvinder. Hoe kunt u nou zoveel uitvinden? Waar komt dat nou vandaan? Mm-hmm. En toen zei hij van, dat is heel simpel, zegt hij. The necessity is the mother of the invention. Ik zei, ja, dank u wel, Gil. Ik zei, ja, hoe simpel kan dat zijn? Ja. The necessity is the mother of the invention. Zo. Dus wie creëert nou de noodzakelijkheid? Ja, dat ben je zelf. Ja. Zo, dus hij vertelde dus dat hij bijvoorbeeld uitgevonden heeft dat je het raam aan de binnenkant kun je de buitenkant van het raam wassen. Hij zat ik was in New York en toen zag ik die lui op 87e etage zag ik ruiten wassen. Ja. Ik denk, nou is dat naar beneden zo dan moeten stenen. Dat moet toch makkelijker kunnen? Nou, hij heeft een schetsje gemaakt en hoppakee, heeft hij gemaakt. Zo, hij heeft de gasafsluiter heeft hij uitgevonden. Gasafsluiter, dat is dus een kogel waar een gat in zit. Mm-hmm. He, dus het is helemaal afgesloten totdat hij die kogel met dat gat de juiste kant op draait. Ja. Zo, en, en zo had hij zo'n dik boek met allerlei octrooien en patenten. Ja, de necessity is de mother of invention. Hij had een vrouw die was dood en doodziek, die had kanker. Hij leefde op een flat, want die vrouw die wilde niet meer in die villa blijven wonen, omdat het te groot was met te veel personeel. Dus hij woonde in de 7e etage, weet ik veel wat, of de 8e etage woonde hij daar. Dan had die vrouw tenminste uitzicht. En maar toen zei de dokter, in dat kankerproces moet ze bewegen. De lymfeklierstelsel moet in beweging blijven, de adem moet in beweging blijven. Ja. En zegt oom Joke, maar wat moet ze dan doen? Moet ze dan wandelen dan, of moet ze fietsen of zo? Nee, ze moet zwemmen.
Ja, maar die vrouw had geen borsten meer, die waren afgezet. Ze had gaten in de hoofd en het zag er heel onappetijtelijk uit. Toen zegt ze, ja, zegt ze, ik wil wel zwemmen, zegt zij, maar ik ga niet naar het zwembad toe. Want mensen lachen mij uit of mensen vinden mij eng. En toen dacht Omi ook van, ja, hoe kun je dat dan doen? En toen heeft hij dus niet de Whirlpool, maar die heeft zo'n de Jetstream uitgevonden. Dus dat is, dus hij heeft een motor gepakt. Ja. Dat water inblies. Okay. En dan moet je tegenin zwemmen. Okay. Zo, daarom is de Jetstream ontstaan, die heeft hij uitgevonden. Ja. Ja, die krijg je, hoe krijg je verzonnen? Als hij dus die vrouw niet had gehad die ziek was geweest, had hij had hij er nooit tegenaan? Nee. Ja. Nee. Snap je? Ja. Dus de zegen, de vloek van de een is de zegen van de ander. Ja. Ja. Ja, dan zie je ook dat de situatie bepalend is hoe je daarmee omgaat. Dus jij bepaalt, dus je kunt zeggen, ja, daar heb ik geen verstand van. Nee. Nou, top. Je kunt ook zeggen, man, ja, ik hou zoveel van haar. Hè. Dan gaat ze eerder dood. Ze moet bewegen. Ja, maar hoe moet je dat dan bewegen? Ja, ik kan dan wel in de badkuip gooien, maar ja, dan verzuipt ze. Ja. Dus wat moet je dan? Ja, hoe kan je nou dat creëren? Ja, dan moet ik iets hebben. Moet ik iets inblazen? Ja, weet ik hoe die gedacht heeft. Ja. Maar de necessity is the mother of the invention. Dus ja, maar dan zoek je het bij jezelf. Ja, maar je moet altijd bij zoeken. Jezelf zoeken. Ja. Je moet altijd bij jezelf zoeken. Ja. Denk jij dat het leven maakbaar is? Het leven is absoluut maakbaar, doordat je dus... kijk, ik geloof persoonlijk dat onze lieve Heer, die is alleen in de geest. Hè, dus het Al, God, Jezus, Boeddha, Allah, noem het Brahma, noem ze maar allemaal maar op. Dat is een gedachte. Mm-hmm. Die is er dus niet werkelijk, maar dat is een gedachte. Mm-hmm. En die gedachte, die roept op tot scheppen, mm-hmm. creëren, materialiseren. Mm-hmm. En dat is het goddelijke kan niet scheppen, maar de mens kan wel creëren. Mm-hmm. Die kan materialiseren. Mm-hmm. En ik denk dat het zo gaat. Dus ik denk dat jij, dat iedereen, ik ook, hij ook zo, er is een plan. Er is een plan van het universum. Ja. En er is een vent of een vrouw of een het of een machine of een computer of zo, die heeft dat uitgetekend wat er moet gebeuren. Mm-hmm. Wat er gaat gebeuren. En in dat plan krijgt iedereen zijn ding. He, dus de een moet brood bakken, de ander moet dieven vangen, de ander die moet recht spreken, de ander moet auto's besturen. Nou, iedereen heeft zo zijn eigen ding, wat hij moet doen. In dat hele spel, mm-hmm. he, van oorzaak en gevolg, mm-hmm. heeft elk mens een vrije wil. Dus het is ook niet van tevoren te bepalen dat we daar naartoe gaan. Mm-hmm. Nee, we zitten met elkaar in die doos. Mm-hmm. En we kunnen niet buiten die doos. Ja, als we buiten die doos zijn, zijn we dood, dan zijn we weg. Ja. En in die doos moet jij innoveren, ondervinden, ervaren, interpreteren, flexibel zijn, opnieuw beginnen. En zo moet jij samen met andere mensen, moet je dus die problemen oplossen. En dus dat is de vrije wil. Ja. En dat laat eigenlijk het collectief bewustzijn. Mm-hmm. Zo, dus dat is de iCloud, zou ik dat noemen. Ja. Dat is de iCloud. En we hebben allemaal toegang tot die iCloud, tot dezelfde iCloud. En dus zodoende zitten we ook dus in een stroomversnelling met ontwikkeling. He, want al die ideeën die er zijn geweest, die zitten in die iCloud. En daar hebben we daar toegang toe. Dus het gaat steeds sneller. Dus hetzelfde als het hele internet, het hele website gebeuren. Dat heeft ervoor gezorgd dat in één keer een versnelling is gekomen in het abstractieniveau van mensen. Ja. En in de snelheid van denken van mensen. Ja. En in het kennisvergaren van mensen. En dus dat gaat steeds sneller. Mm-hmm. En wanneer stopt dat dan? Dat is net als een bal die, ik weet niet of je ooit wel eens een keer snel van een heuvel afgereden bent met je auto. Ja. Dat die auto het overneemt. Ja. He, dat die auto gaat sneller als dat je voelt van, hé, hey, domme, wat gebeurt er? Hè? Of als je met de fiets sneller bent. Ja. Zo. En dat moment naderen we langzaam maar zeker, dat we niet meer, dat de veranderingen sneller gaan als dat wij erbij kunnen zijn. Dus dat is met die fiets gaat naar beneden, die fiets gaat sneller als dat wij, ja, we kunnen, als we gaan trappen, dan vliegen we over de kop. Ja. Zo, dus daar zijn we, op dat punt zijn we een beetje beland, mm-hmm. Met z'n allen collectief, tenminste in de westerse wereld, hè, mm-hmm. laat ik zo zeggen, dus niet in Afrika en ook niet in... grote gedeelte van Azië, want daar is nog altijd de Tempo Dulu. En dat gaat zo snel dat daardoor allerlei ziektes ontstaan. Denk aan burn-out, denk aan
oxidatie, denk aan stress. Stress is de ene grote factor dan, een grote factor, omdat we niet bij kunnen houden. Nee. Dus er moet wat gebeuren. Niemand kan op de rem gaan staan, dat kan niet. Dus er moet een soort crisis ontstaan, ergens, dat het vastloopt. En dan wordt het op de rem getrapt. Wij dachten allemaal, of ik dacht met corona, nu wordt er op de rem getrapt. Ja. Dus nu is er een tijd voor reflectie en kunnen we overnieuw beginnen. Mm-hmm. Zo, en nou, de crisis is er geweest, die tijd voor reflectie is er ook geweest. Maar we zitten alweer op dezelfde snelheid als voor corona. Ja. Vind je dat je je af en toe af moet sluiten voor die snelheid? Als je natuurlijk je telefoon blijft maar gaan, alles. Heel veel mensen zijn ook social media verslaafd. Je wordt natuurlijk, die bedrijven willen natuurlijk zorgen dat je eigenlijk een stukje verslaafd bent. Dat je natuurlijk die dienst af blijft nemen. Daarom maken ze het steeds aantrekkelijker. Wordt het steeds interessanter om het te volgen. Ja. Denk jij dat je je af en toe gewoon af moet sluiten? Dat je gewoon even de stilte eventjes... Een soort meditatieachtig of eventjes tot jezelf moet komen? Ja, kijk, ik ben daar niet representatief voor. Waarom ben ik daar niet representatief voor? Ik slaap 4 uur per dag. Hoeveel? 4 uur. Ja. Ik mediteer niet. Ik ben daar wars van. Maar ik doe wel dat ik gedurende de dag momenten heb van rust voor mezelf. En die momenten zijn, ik zit in de auto. Of ik ben in een gesprek dat ik mezelf uit kan schakelen. Mm-hmm. Of ik neem een alfaatje eventjes onderweg. Ja. Zalig, dus, trouwens. Zalig trouwens, even een alfaatje. Ja. Zo, dus ik heb wat dat betreft een ander tempo. Dus ik weet niet of... ik kan daar moeilijk over praten. We hadden het er net over een stukje als jij in de auto zit. Ja. Dat je bijvoorbeeld eventjes ook even niks hebt. Ja, maar bijvoorbeeld afgelopen zaterdag heb ik seminar gegeven en om 10 uur beginnen te praten tot bijvoorbeeld 2 uur ineens door, weet je wel. Ja. Omdat ik dan vind van, daar is geen plaats voor op dat moment. Dus die mensen komen om iets te leren. Ja, maar zit je dan ook niet in een flow? Want dat vind ik ook een stukje, dat merk ik zelf. Als ik voor een groep zit, zit ik gewoon in een flow. Dus het kost helemaal geen energie, niks. Ik zit gewoon in een flow. Ik weet soms ook niet meer wat ik gezegd heb. Ja, ja, ja. Want de antwoorden die komen gewoon. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo, ja. Ja. Dat is het energetisch veld natuurlijk waar je in zit. Ja, waar je dan in zit. En dan, in mijn sessies heb ik dat ook. Ja, goed, maar dat geeft toch eigenlijk een antwoord. Ja. Dus de ondernemer die dus met diezelfde passie als jij dus presentatie geeft, zijn brood bakt of zijn ICT opstart of ideeën heeft of wat dan ook, die heeft dat ook. Ja. Dus met andere woorden, werk je 40 uur of werk je helemaal niet, ben je 40 uur bezig met datgene wat je leuk vindt of waar je voor op deze wereld bent? Ja, ik zie het sowieso niet als werken. Nou, goed, dan zijn we toch. En wat jij zegt, we kunnen hier om 10 uur naartoe, ik heb 10 uur tijd, dan kom ik gewoon naar je toe. Ik stap in de auto en ik kom naar je toe, terwijl ik een volle dag heb gehad. Dus ja, ik vind het gewoon leuk, ik vind het gewoon prachtig. Ja. Ik zie het ook niet als werken, ik krijg er juist energie van. Ja. Maar ik merk wel dat ik me soms wel af moet sluiten voor het journaal, voor wat ander nieuws, dat ik dat niet heel de dag moet horen. Ik moet niet 6 keer, 7 keer het journaal horen. Dan denk ik van ja... Dat is ook zonde van de tijd natuurlijk. Zonde van de tijd en ik krijg informatie waar ik niks aan heb. Ja, maar dat is ja en nee, nee en ja. Tuurlijk, je kunt ook zeggen van ik zet die radio uit, ik zet de Telegraaf, lees ik niet meer, maar ik lees ook helemaal geen krant meer of zo. Dat is ook niet goed, want dus door al die berichten heen merk je ook wel dat de tijd aan het veranderen is. Ja, nee, natuurlijk. Je moet wel op de hoogte blijven. Ja, je moet op de hoogte natuurlijk, blijven. Dat wel. Ja, maar niet in de auto. Kijk, als we terugrijden, dadelijk zijn we 1,5 uur bezig. Dan neem je misschien 2 keer het journaal voorbij komen. Ja, dat ga ik niet 2 keer luisteren. Nee. Zit je dan één keer is uit, gewoon, of, gewoon radio uit. Of we zitten samen even te brainstormen hoe we iets beter kunnen maken. Ja. Of, en dan ben je gewoon lekker met de business bezig in die flow. En ik merk gewoon als ik constant maar gaat luisteren naar iedereen en het buiten mezelf gaat zoeken. Oh, dat bedoel je eigenlijk. Ja, en dat zie ik dus heel veel gebeuren. Dat ze het buiten zichzelf gaan zoeken. Is dat zo? Is dat dan buiten zichzelf zoeken? Ja, ik weet het niet. Ik was benieuwd hoe jij dat zag. Ja, ik... Het is natuurlijk wat je erin stopt, dat komt er natuurlijk uit ook. Dus jij, nou, dat is ook niet zo. Want ik stop iets in jou en jij vervormt dat. Ja, nee, dat snap ik wel. Dus ik moet altijd denken aan een film, dat een hele mooie film was. Dat,
Dat was een godvader, een maffiabaas, ergens in de buurt van New York. En hij had twee jongens, twee zonen. En hij sloeg zijn vrouw en hij kwam altijd bezopen thuis en hij liet mensen vermoorden. En toen is die ene jongen, dat was volgens mij, ja, ik weet niet of de jongste of de oudste was. Eén van die twee die is in de voetsporen van zijn vader gegaan. Mm-hmm. En dan dacht ik, ja, dat is ook logisch als je dat voorbeeld krijgt. Maar die andere, die het precies tegenovergestelde, die zei, ja, maar ik wil geen vrouw slaan en ik wil geen misdadiger zijn en ik wil niet bezopen thuiskomen en ik wil niet dat andere mensen slecht over mij praten, dat wil ik allemaal niet. En die is politieagent geworden. Ja, nee, dat snap ik, ja. Mooi verhaal trouwens. Ja, met dezelfde input. Ja, dat snap ik. Ja. Dezelfde input. Ja. En uiteindelijk heeft dus die laatste zoon heeft dus zijn broer gearresteerd. Ja. En in het, en 30 jaar in het kazot gekregen. Ja. Weet je wel zo? Ja. Dus ja, dus hoezo dan dezelfde input? Nee, dus dat is het mooie van het leven. Wij zitten hier en jij hoort dat geratel achter mij bij spreken. Mm-hmm. Dat irriteert jou. En ik zit hier en ik heb het op dit moment niet gehoord. Nee. Zo, dus het beïnvloedt jou. Ja, ja, nee, natuurlijk. Ik snap wel dat je het filtert en noem maar op. Maar ja, ik heb ook wel een stukje... Kijk, ik zit nu met jou te praten. Ik leer van jou weer nieuwe dingen. We hadden het net over NLP en wat andere dingen. Ja, en dus dan krijg ik weer andere input dan dat ik bijvoorbeeld vanavond naar het naar de nieuwsuur had zitten kijken. Ja. Dus ik voed me dan met andere dingen. Maar dat weet je niet, want je hebt niet... En hiermee een gesprek gehad en niet naar de televisie gekeken. Nee, misschien had jij vanavond naar de televisie gekeken. Nee, en had jij misschien gehoord van, weet ik veel wat. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, dus je weet het niet. Dus nee. Daarom zeg ik eigenlijk altijd, je kunt alleen maar horen waar je aan toe bent. Ja, dat ben ik met je eens. Zo, dus waar ben je aan toe? Dus voor jouw volgende stap te zetten. Ja. Dus dan moet je dan weten waar je naartoe gaat? Nee, dat hoef je ook niet te weten. Je hoeft het niet allemaal te weten. Want als je de overgave hebt, als je het vertrouwen hebt van dat het goed komt, dan pak je dat signaal op en dan is het ook goed. Ja. En dan beweeg je weer met die energie mee. Dat was heel mooi met Tony toen. Hè? Ik belde die Tony op. Ik zat in Malibu en ik had een boek van hem gelezen. Ik denk, ja, dan moet die gozer ontmoeten. Dus ik belde op, ik kreeg hem aan de telefoon, dat was 86 heb ik nu open. En toen zeg ik tegen hem, dat boek en u schrijft erover dat u seminars geeft. En wanneer geeft u dan eerst volgende seminars? Ik zeg, het is nu maandag, hij zei, aanstaande vrijdag. Ja, waar dan? Ja, in Lex, dat is de airport op Londen, Los Angeles. Ik zeg, ik wil graag komen. Hij zei, dat kost $395. Ik zeg, ik heb geen geld. Hij zegt, geen geld, ja. Hij zegt, het is mijn energie, dat is mijn kennis, dat is mijn energie. Die ruil ik tegen uw energie en uw energie is het geld. Zo, en dat zorgt ervoor dat die beweging in stand blijft. Dus ik kan niet één facet eruit halen, want dan gaat die energie die gaat niet bewegen. Ik zeg, kan ik dan tickets afscheuren? Nee, dat doen we niet aan. Ik zeg, kan ik uw auto wassen? Nee, dat doen we ook niet aan. Ik zeg, ik kan de stoelen terecht zetten? Nee, dat doen we ook niet. Je moet gewoon $395 betalen. Ik zeg, maar ik kan toch wat doen? Ik kan toch ijsjes uitdelen? Okay. Ik zeg, kan poffertjes komen bakken? Hij zegt, wat voor poffertjes? Ik zeg, hartstikke lekkere pancakes. Hij zegt, volgens mij zijn ze ongezond. ik zeg, geef me een voorbeeld. Ik zeg, ik wil gewoon wat doen op dat, want ik heb geen geld. Ja. Ik ben totally broke. En toen zegt hij, where are you from? Ik zeg, I'm from Holland. Hij zegt, from Paris. Ik zeg, from Paris. En hij zegt, from Paris. Hij zegt, but you have such an awful accent. Ik zeg, ik kom uit Amsterdam. En hij zegt, Paris, they speak French. German over there. Ik zeg, they speak French. Hij zegt, geen wonder dat je zo slecht praat. Hij zegt, je mag komen. Hij zegt, maar... Dan moet je naar voren toe komen op het podium en dan moet je zeggen dat je speciaal voor mij uit Frankrijk bent ingevlogen om mij te beluisteren. Ik zeg, dat doe ik. Snap je? Ja. Dus maar had ik na 3 keer gezegd, hij zegt toch elke keer nee. Ja. Dan had ik nooit uiteindelijk gehoord van, je hebt een slecht accent, waar kom je vandaan? Hij moest lachen en bedacht zich voor me luisteren. In Amerika, dan ben je de bink, als het de continent, dus uit Europa, dat ze naar je komen luisteren. Ja. Speciaal helemaal komen vliegen naar mij toe. Ja, dus toen kwam, dus ik mocht komen. En toen zei hij dus na de 2-3 uur, Mr. Radelband van Paris is hier. En he wants to see say something to you. Nou, toen kon ik dus... Kon je het podium ook nog op? Mocht het podium ook nog op? Ja. Ah, wat gaaf joh. Ja. Maar goed, dus je...
Dus je moet je plan hebben, je moet je doel hebben, je moet de flexibiliteit hebben, je mag terugkomen bij eerder genomen beslissing, je moet die energie erin blijven douwen en tegelijkertijd niet opgeven. Ja, ga er maar aan staan. Ja. Ik denk dat het niet iedereen gegeven is. Nee. Nee, en daardoor ging je hem natuurlijk bewegen, hè, Tony, van hé, wacht even, ja. Die gasten wil wel heel graag. Ja. Ja. Zo, dus ja. Het is eigenlijk heel simpel, alleen je moet het natuurlijk wel doen. Ja, fietsen is ook simpel. Ja, als je nog nooit gefietst hebt, ja, dan zal ik jezelf op een fiets zetten. Ja. 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 Ik heb het wel eens gedaan. Het enige wat je doet is vallen. Ja, ja, dat is logisch. Als niet. Nou, ik ben nu uiteindelijk met thuis aan het leren. Ik krijg het gewoon niet in, jongen. Ik krijg het gewoon niet in. En de hele keer bij mezelf, ja, ik ben te oud, ik leer het niet. Ik zeg, oh, kom dicht. Ja, vooral. Ik ben niet te oud. Ja. Ja, ga het ook leren. Kom op, ja. Oké. Okay. Nou, dan elke keer gebruik ik, dus na 2 weken dacht ik, ik moet een andere strategie gebruiken. Dus ik een andere strategie opschrijven, hardop zeggen. Zo, weer anders, na 2 weken weer een andere strategie. Zo, ik ben nu geloof ik aan de 7e strategie bezig. Ja. Om dit te leren. Maar het helpt ook weer niet. Dus maar goed, ik ga net zo lang door totdat ik een strategie gevonden heb die het wel pakt bij mij. Ja, ja. Ja, het is zo interessant hoe ons brein werkt. Hè? Als we zeggen van we kunnen het niet of het lukt me niet, dan ja, dat is jouw werkelijkheid gewoon. Dan is het voorbij gewoon. Ja. Ja, dat is met ondernemen ook. In al je facetten eigenlijk van je leven eigenlijk. Maar ondernemen is natuurlijk spiritualiteit. Tenminste, dat beleef ik zo. Ondernemen is werkelijke spiritualiteit. Omdat het dus het is scheppen van niets iets maken. Dat is 1. 2, je mag andere mensen blij maken. Andere mensen hou je aan het werk. Andere mensen die hou je bezig. He, dus als je werknemers hebt, dan zijn ze afhankelijk van jou. Dus je moet geven van je financiële rijkdom, je moet geven van je kennis. Zo. Dus het is eigenlijk spiritualiteit, ondernemen. Zo kijk ik ernaar. Ja, ja. Dus het is een iets verhevens. Ja, maar het is gewoon iets moois natuurlijk. Ja, dus het is, ja. Ja, tenminste, ik vind het mooiste wat er is. Want het is van niets iets maken. Ja, ja. En vooral door de creatieve dingen vind ik het leukste. Zo wat jij net ook zei, van ja, ik wil daar gewoon naartoe. Wat kan ik voor je doen? Bam, 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 ja. Bam. Dat je met allemaal... Die man denkt, ja, shit, man. Dus zeg het maar. Het eerste gebod is, ken jezelf. En als je dan jezelf kent, wie jij bent, waar kom je vandaan? Waarom ben je op deze wereld? Waar ga je later naartoe? Waarom zijn al die mensen om je heen? Mensen die jou haten, mensen die van je houden. Mensen die je willen leren, mensen die van je willen pakken. Wat is wat is de betekenis daarvan? Zo, en als je daarover nadenkt en dan in dat vat giet van oké, ik wil graag bakker worden of trainer zijn of coach of ik wil een voetbalclub hebben of ik wil een autobedrijf hebben, wat hebben we anders is alles legitiem. Ja, hoe kun je dan daarin groeien? Want het is allemaal groeien. En meneer Van Eert dan van Jumbo dan, om die naam dan nog maar 1 keer voor de laatste keer te noemen. Ja, die wist ook niet dat hij... In 20 jaar tijd 600, 700 zaken had. Dat wist hij ook niet. Hij wilde gewoon de grootste zijn. Maar in hoeveel jaar, dat wist hij niet. Nee. En welke bedragen, wist hij ook niet. Nee. Ja, hij had zich nooit voor kunnen stellen dat hij nu 5 hele grote distributiecentra heeft door Nederland heen. Want hij dacht gewoon, ik wil gewoon meer winkels hebben. Ja. En die distributiecentra, die krijg je gewoon bij Kno. Ja. Dat die winkels moeten bevoorraden. Nou ja, door het doen komen natuurlijk die antwoorden. En dan krijg je eigenlijk ook een andere visie. Ja, maar dus hij is wel bij zijn missie gebleven. Ja. Dus de grootste. En heeft vooral het in de beste gemaakt. Ja. Nou, en voor mij is hij ook de beste. Ja. Als ik kijk naar hoe snel dat gegroeid is in 20 jaar. Ja, dat is iets waanzinnigs natuurlijk wat je neer hebt gezet. En Albert Heijn is al 125 jaar bezig. Ja. Dus daar heb je het over. Ja. Vind jij ook een stukje dat je je missie moet formuleren? Mag formuleren, wat wel handig is om op te schrijven, omdat dat natuurlijk heel veel richting geeft. Ja, hè? Het geeft natuurlijk heel veel richting in je leven. Ja. Van ja, wat wil ik nou eigenlijk? Ja. Waar we het net ook over hadden. Hè? Ja, maar ik doe dat nooit. Nee, dat snap ik. Maar... Maar wel beter. Ja. Beter gewoon, wat is mijn missie? Ja, en dan is dat voor jou werkelijkheid. En ik schrijf hem niet op, want ik ben zo actief in het leven. En zoals ik nu dan in Thailand woon. Daar zijn hele andere regels, hele andere normen, helemaal andere waarden. Ja, ik ben er naartoe gegaan. Ik wist gewoon dat ik met die krekels aan de slag zou gaan. Maar in de tussentijd heb ik alweer een paar bunden land gekocht. En dan ben ik huis aan het bouwen.
Ik ben nu bezig om een school op te richten om kinderen een vak te leren als bakker en als loodgieter en als metselaar en als timmerman. Ja. Dus dat jongens die daar wonen, dus gepensioneerde mannen, te vragen van, wil je op mijn school les komen geven? Want dan ben je nog zinnig, dan breng je ook nog iets naar kinderen van het land waar je te gast bent. Ja, mooi. Zo, weet je, dus elke keer, wist ik dat van tevoren? Nee, wist ik niet van tevoren. Hoe komt dat dan? Ja, dat komt eigenlijk door middel van een verhaal. Ik zit op een Nederlandse club en ik zit te praten daar met een man en die zegt, ik zeg, hoe lang ben je hier? Hij zegt, ik ben al 27 jaar hier. Ik zeg, goh. Ik zeg, dan zullen we wel vloeiend thuis spreken. Hij spreekt nog geen woord. Ik zeg, ik ben hier nog 4 maanden. Ik zeg, probeer het een keer. Ik zeg, heb jij niet een tip voor mij of zo? Hij zegt, nee, ik weet het niet. Ik zeg, maar wat doe je dan de hele dag? Ja, helemaal niks. Ik zeg, ik ben gewoon een jong gozer. Waar ben je dan? Ja, 59. Ik zeg, maar ja, waar ben je dan van origine? Hij zegt, ja, maar loodgieter. Ik zeg, maar waarom begin je dan niet een school? Voor die jongens hier. Ik zeg, je ziet toch wat een zootje het is. Ja, hij zei, we hebben er eens over nagedacht. Ik zei, ja, maar je moet niet over nadenken, je moet gewoon doen. Ja. Hij zei, ja, maar weet je wel wat het kost? Ik zei, hoe gaat dat dan kosten dan? Ja, je moet een ruimte hebben, je moet materiaal hebben, je moet ze kunnen laten oefenen. En, ik zei, maar waar heb je het dan over? Ja, het kan wel 200 euro kosten. Ik zei, ja, dat is toch niet het bedrag waarom jij zegt dat ik het laat zitten? Dat ga ik niet doen. Nee. Ik zei, begrijp je? Ik zei, geef je kaartje. Nou, ik heb een kaartje gekregen. Dus toen, ik zat terug in de auto en dacht, ja, dat is nou mooi, man. Dus ik heb die gozer gebeld. Ik heb gezegd, we gaan gewoon school beginnen voor bouwvakkers op te leiden. Hij zei, ja, maar waarom zou ik dat dan doen? Ik zei, waarom moet je dat doen? Ik zei, je bent 59. Ik zeg, als je dat nou elk jaar gewoon, als je nou elk jaar 10 jaar jongens, 10 jongens af zou laten studeren. En dan vandaag over 10 jaar, dan ben je 69. Ik zeg, dan zijn dus de eerste 10, die zijn al vader. Ik zeg, en als je dan 3 jaar verder bent, dan kom je mensen tegen die hebben bij jou in de klas gezeten en die zijn vader. En die zeggen tegen hun zoon, van die manier heb ik nou leren fitten. Van die manier heb ik nou leren dak bedekken. Ik zeg, hoe zou je dan voelen? Hij zei, ja, zei hij. Ik zou me wel hartstikke goed voelen. Ik zeg, nou, ik krijg er een dikke lul van. Ik zeg, dan moet jij er helemaal een dikke lul van krijgen. Begrijp je? Ja. Hij zei, ja, ik vind het goed voor een goed idee, zei hij. Ja, gelijk. Ja. Nou, dus waar komt het idee nou vandaan? Dat moment dat ik met hem in gesprek ben, ja. Ja. En hij zegt, en ik maak er helemaal iets anders van. Ja, ja. Ja, maar je wakkert het wel aan, het vuurtje. Ja. Je wakkert letterlijk het vuurtje aan. Ja, want ik denk, ja, maar hij loopt eigenlijk met zijn ziel onder de arm. Ja. Weet je wel, hij zegt het nog net niet, maar ik voel het wel zo. Ja. En denk ik, van, ja, dus hij moet die man helpen. Ja. Zo, en dan denk ik bij mezelf, ja, maar al die kinderen die er lopen, die krijgen... Ja, want ik zie natuurlijk het loodgieterwerk wat beneden alle pijlen is, overal. Ja. En dan denk ik, ja, maar dan... En er lopen heel veel jongens buiten op straat die geen werk hebben. Nou, het is toch fantastisch om dat te kunnen doen. Ja, maar het is gewoon heel mooi. Ja, want dat is ook wel een stukje van jou, dat je ook echt mensen aan het helpen bent. Gewoon door het vuurtje, je wakkert het gewoon letterlijk aan bij die persoon. Ja, maar ik echt, geloof dat nou van me, ik ben gewoon een hele enthousiaste gozer. Ja, maar door je enthousiasme neem je mensen mee, door die energie die jij uitgeeft dan. Ja, daar ben ik me helemaal niet van bewust, want ik vind het leuk. Ja. Weet je wat, ik vind het leuk. Ja, dus je doet al de dingen die je leuk vindt ook. Is dat leuk? Nee, dat zijn dingen dat ik denk van... Ah ja, je geniet er wel van, je zit dat te vertellen. Je gooit er energie neer. Ja, hoe komt dat nou, waar komt dat nou vandaan? Waar komt dat nou vandaan? Dat komt vandaan omdat ik gewoon vind, bijvoorbeeld die Thaise les, weet je wel? Mm-hmm. Ik kom in Nederland en dan irriteert mij altijd maatloos dat daar jongens lopen uit het buitenland. En of ze nou uit Eritrea komen of ze komen uit Syrië of wat dan ook. En dan lopen ze met elkaar in de supermarkt met elkaar Swahili te ouwen, weet je wel? Dan praat ik die mensen op aan, spreek die mensen op aan. Dan zeg ik, maar we leven hier in Nederland, dus je moet met elkaar Nederlands spreken. Nou, ik krijg natuurlijk ook wel een keer klap voor mijn bek natuurlijk, hè? Dat begrijp ik wel. Daar hoort oud erbij. Dan krijg je natuurlijk een klap terug, maar goed, dat is het tweede. Dus dat is best risicovol. Maar goed, dat vind ik dus ook nou ik hier ben. Ja. Dus ik vind mezelf gewoon asociaal eigenlijk, dat ik nog geen Thais kan spreken. Mm-hmm. Terwijl ik echt mijn best ervoor doe. Hè? Ja. Maar ik vind het wel asociaal. En zo vind ik dus ook dat die mensen geholpen moeten worden. Dus die kinderen, ze verdienen hier een tientje per dag.
Ja. Zo, als ze nou een vak kunnen leren, dan verdienen ze een tientje per uur. Mm-hmm. Of een gulden per uur, maar nou, maakt niet uit. En dus wat is nou het enthousiasme eigenlijk wat er elke keer komt, is dat ik zie door mijn handelen dat mensen de kwaliteit van hun leven verbeteren. Mm-hmm. Dat maakt mij enthousiast. Ja. En daar komen die ideeën vandaan. Ja, ik snap het, ja. Zo. En dan denk ik, joh, wat ben ik toch gelukkig dat ik dat kan bedenken. En stel ervoor dat hij dat doet. Ja. En dan bouwen we dat uit. Ik ken het helemaal, ja. Ik vind dat ook. Zo. Ik vind het ook niks mooier dan het vuurtje aanwakkeren bij iemand. Ja. Dat is het mooiste wat er is. Ja, en dan ben ik nog zo gek, dan doe ik allemaal mee natuurlijk. Dus daarom heb ik ook Je gaat nog voorop ook. Ja, ik heb heel veel vrouwen verloren, relaties verloren, doordat ik de andere belangrijk vond dan haar. Ja. Ja. Ja, is nog misschien een tip voor beginnende ondernemers? Een belangrijke tip. Ja. Ja, wat is nou het belangrijkste? Het belangrijkste is dat je dus elke avond op bed ligt, denk ik. Hè? Ook, niet alleen als beginnende ondernemer, maar überhaupt als mens zijnde. Mm-hmm. Dat is dat je elke avond je vraag stelt van, wat heb ik nou vandaag geleerd? Dus, en dan dus dan niet als mens, ja ook een beetje als mens, maar vooral als fotograaf of als geluidsman of als opnemer of als interviewer. Wat heb ik nou geleerd? En dan dat je dan denkt, ja wat heb ik nou vandaag geleerd? Ja, ik heb alles geïnstalleerd, dat doe ik al 6 jaar. Ik heb een oortje gegeven, ja dat doe ik ook altijd. En ik heb de camera aangezet en ik ben erachter gaan staan en gefocust en ik ben weggelopen, doe ik ook altijd. Maar wat heb ik nou vandaag anders gedaan dan gisteren? Zo, daar moet je over nadenken. En dan, dat is één. Ja? En dan twee is dan van, wat heb ik nou van datgene waar ik voor gekozen heb, voor mijn vak, mijn passie, wat heb ik nou daarvan gegeven aan de ander? Dus ik heb een hele mooie foto gemaakt, of je hebt geleerd om te toucheren, retoucheren, of je hebt die stem verdraaid, of zo. Wat heb ik nou vandaag nou expliciet geleerd, vandaag? Zo. Ja. Zo. En als je die twee dingen nou bij elkaar optelt, zo, en die schrijf je op, en dat doe je elke dag. Moet eens kijken, na een maand, wat je geleerd hebt. Ja. Dat is zoveel, man. Mm-hmm. Huh? En wat je dan gegeven hebt van de kracht en de schoonheid en alles wat je dus geleerd hebt en van je vak wat je gedeeld hebt met anderen. Dat is zoveel, man. Ja. Dus dan ben je dankbaar voor dat je hebt mogen leren. Je bent dankbaar dat je hebt mogen geven. Ja, en als je die dankbaarheid voelt in je lijf, ja, dan open je je weer. Ja. En dan ben je open weer, dan ben je receptief om dus weer nieuwe dingen te ontdekken, te ontmoeten. En dan denk je zelf, ja, ik moet eigenlijk een andere camera hebben. Ja, maar het kost 12.000 piek. Ik heb die niet. Hoe kan ik dat nou voor elkaar krijgen dat ik die 12.000 piek wel krijg? Of kan ik ze lenen? Of kan ik een klus krijgen dat die een vent hem voor mij betaalt? Of ja, geen rekening sturen, maar ik krijg wel het apparaat. Zo. Ja. Zo, en dat is altijd bezig zijn. Altijd bezig zijn met dat ene ding. Mm-hmm. En dan de prijs die je ervoor moet betalen, en dan kijk naar mij, en dat is echt zo. De prijs die je ervoor moet betalen is dat je uiteindelijk alleen bent en blijft. Dat is de prijs. En dus de vraag is die jij jezelf moet stellen is dat die prijs waard? Ja. Okay. Een mooie tip. Want zo is het. Mm-hmm. Ja. Dus als jij uitstekend bent in jouw vak, dan beleef je dat alleen, dan doe je dat alleen. Je kunt wel een paar mensen om je heen verzamelen, maar er is niemand die jou kan volgen. Nee. Want als je elke dag leert van heb ik geleerd, en ik heb daarvan gegeven, ja, dan ben je gek. Ja, dus als mensen gaan denken van hij is echt gek, ja, dat stukje, dan ben je goed bezig. Okay. Ik herinner me nog dat Paul Huff, een fotograaf, die vroeg mij of ik die foto's van mij mocht maken voor zijn tentoonstelling. Ja. En nou, dat was een eer. Er waren al duizenden foto's van mij gemaakt, maar meneer Paul Huff een foto maakte van mij. Dus ik ga naar Amsterdam, ik was nog naar de kapper geweest, ik had een pak aangetrokken, stond daarvoor in al toestanden. Dus ik kom bij hem in de studio en nou, meneer Huff, mijn emigratiepomp, ja, dan gaan we zitten. Gelijk, hè, niks van, moet je koffie of een sigaretje roken of voel je op je gemak of zo.
Dan gaat daarmee zitten zo. Nou, dan pak ze een toestel. Zo. Klik. 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 Hij zegt, ik heb hem. Ja. Nou. Ik ben alleen maar gewend dat iemand klik 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 klik. Ja. En dan zeg ik, heb je hem? Hij zegt, ik heb hem. Dus hij die de camera vast heeft, die weet wanneer hij hem heeft. De juiste. Maar Paul die zei alleen een klik. 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 Hij had hem. Zo, dat vond ik zo mooi. Om dus dan in de handen van de meester te zijn, die wist gewoon waar hij mee bezig was. Ja. Maar dat had natuurlijk ook een heel leven geduurd, want hij was toen ook al in de 70. Ja. Zo, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Elke avond stilstaan, wat heb ik geleerd en wat heb ik gegeven. Ja. Nou, het mooie is dat je ook in een positieve stemming dan blijft ook. Hè? Dat blijft natuurlijk ook. Want je blijft in die positieve stemming, want je gaat dan weer de dag reflecteren. Van oké, okay, ik heb dit goed gedaan, ik heb dit geleerd, ik heb dat gedaan. Ja. Dus dan blijf je ook nog eens een keer, ja, je eigen energie blijft dan ook heel erg hoog. Die frequentie waar je in zit. Ja. Maar ja, dat is wel een hele mooie. De prijs die je uiteindelijk betaalt is dus gewoon, het lijkt net alsof je pakt met de duivel sluit. Dan word je de beste. En dan vandaag over 50 jaar, dan zeg je, nou dat is gewoon kut gewoon. Want ik heb naar de Radebond geluisterd en ik heb geen vrouw en ik heb geen kinderen en iedereen is dood en er is niemand die me begrijpt. En ik, ze komen wel bij me om de beste foto te maken of de beste shot te maken. Ja, precies. Ja. Het is eenzaam aan de top. Ja, ja. Dat is echt zo. Ja. Dus dat is echt zo. Ja. Mooi. En dat is de vraag, wil je dat? En, ja, en, ik vind het wel een hele mooie dit. Ik vond deze wel heel mooi. Ik heb de camera nog aan. Dus. Ja, goed. Ja. Nee, hele mooie. Ik denk dat zo is. En ik ken heel veel goden de aarde. En dan is eigenlijk allemaal de tragiek is eigenlijk van... ze worden dan geëerd en ze worden dan gewaardeerd en geliefd en gehaat. En dan s'avonds gaan ze naar huis en dan is het degene die op hen wacht thuis... Die begrijpt hem of haar niet. Zo, dus hij is echt helemaal alleen. Zo, dat is heel... Zie je ook dat je bepaalde mensen ontgroeit op een gegeven moment? Ik ben natuurlijk constant aan het leren. Tenminste, dat merk ik ook. Maar hele omgeving is ook anders. De vrienden waar ik normaal... zijn nog wel vrienden, hoor. Zo bedoel ik het niet. Ja, maar ik ga nu met andere mensen om. En merk je dat je dan, als je dit dus blijft doen... dat je ook mensen ontgroeit een stukje? Nou, ik vind dat zeer pretentieus om dat te zeggen dat dat zo is. Maar ik heb gewoon eigenlijk geen vrienden. Want daar is geen tijd voor. Want kijk, ik neem de tijd voor jou. Maar ik neem niet de tijd om naar de verjaardag van mijn beste vriend te gaan. Nee. Ja, daar zijn we ervan. Ja. Dus jij groeit met mij mee vandaag. Daarna zie ik hem misschien nog een keer, of wel of niet. Of zo, maakt niet uit. Mm-hmm. Maar mijn vriend, dus waar ik drie keer niet op de verjaardag ben geweest, ja, ik vier ook zelf nooit mijn eigen verjaardag. Nee. Dus er is geen tijd om, ik bel wel eens, maar er is geen tijd om samen te gaan eten of samen koffie te gaan drinken. Ja, er is wel tijd, maar ik vind het niet belangrijk genoeg. Dus ik vind het veel belangrijker om een boek te schrijven of te lezen of bezig te zijn met een bedrijf of wat dan ook dan om die relatie te onderhouden. Want alles heeft zijn prijs. Ja. Dat is het antwoord. Ja. Ja, en dat zie je natuurlijk heel veel bij succesvolle ondernemers. Zie je dit heel vaak voorbij komen. Ja. Kijk, want dus... het is niet zo... ik moest een keer een klus over de ABN AMRO jaren geleden. Dus dat was toen ze de cultuurclash hadden, dat ze bij elkaar kwamen. En ik weet nog precies welke stad het was, het groot dorp. En ik kwam binnen en ik wilde de directeur spreken. En... toen zegt de receptioniste tegen mij, welke? Ik zeg, gewoon de directeur. Ja, zegt de receptioniste, maar wij hebben drie directeuren. Ik zeg, nee, maar ik hoef niet de verkoopdirecteur te spreken of de inkoopdirecteur. Ik wil gewoon de algemeen directeur spreken. Mm-hmm. Ik zeg, we hebben drie algemene directeuren. Ik zeg, begrijp niet helemaal.
Dat is een ja, want het zijn drie vrouwen die dus in deeltijd de functie van de directeur invullen. Hmm. Ja, dat kan dus gewoon niet. Kijk, als je een bedrijf hebt, hè, dus, en of je nou directeur bent van een bankfiliaal, want het was een bankfiliaal, en het was gewoon echt een heel klein bankfiliaal. Dan kun je de stad noemen, dan zeg je van, hebben die een eigen bank? Ja, ja, die hebben een eigen bank. Mm-hmm. Maar dat kan niet gewoon. Nee. Dus het is je missie, het is je vak, het is je beroep, het is je hobby, het is je werk, het is je liefhebberij, het is, ja, noem allemaal maar op. Dus ja, als ik zou zeggen hoeveel uur ik bezig ben met mijn vak op datgene wat ik doe, ja, het is 80, 90 uur in de week. Ja. Dus er is helemaal geen tijd voor andere mensen. Nee. Ook niet voor mijn kinderen. Zeker niet voor mijn vrouw. Die wil ook nog een keer gezellig met mij op de stoep of op de bank zitten. Dus ik heb daar bewust ook afstand van genomen. Ja. Dus na mijn laatste relatie heb ik gezegd, ik wil geen vrouw meer hebben. Ik heb wel vriendinnen, mm-hmm, maar ik neuk er niet mee. Weet je wel? Nee. Dus ik hou dat heel clean. Ja, ja, ja. Ik hou dat heel clean. Mm-hmm. Maar ik heb geen vrouw in huis. Moet niet hebben. Nee. Tijdverspilling. Ja. Ja, dat klinkt heel oneerbiedig. Nou, ja, nee, ik kan me voorstellen dat als je daarnaar kijkt, dat je ja, denkt, nou, die radem is nu echt helemaal gek geworden. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Je kan er echt letterlijk gewoon, als je zo in het verhaal zit en zo, ja, ik herken het. Ja. Ik herken het echt. Ja. Dat ik denk van, oké. Goed, maar ik heb die periode zeker gehad. Dus ik herken dit helemaal. Ja. Dan mijn relatie kapot gaat. Bepaalde vrienden zag ik niet meer. Ja. Gewoon omdat ik gewoon in het spel zo helemaal lekker meeging. En ja, ook een bepaalde flow ook gewoon. De vraag is... Wil je dat? Ik denk dat je niet de consequenties overziet. Want ik denk altijd van ja, elk normaal mens die vindt dat uiteindelijk belangrijker dan een abnormaal mens. Ja. Zo, hè? Dus als je het van tevoren weet dat dat de prijs is, ja, ga je dan onderweg? Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik ben natuurlijk nu op een bepaalde leeftijd gekomen dat ik natuurlijk dat allemaal al gehad heb. Mm-hmm. Voor mij hoeft het allemaal niet meer zo. Nee. Weet je wel, dus niet een kwestie van blasé zijn, maar mm-hmm, dat ik denk, nou, ik heb die prioriteit nou met die krekels. Ja, dat wordt gewoon de grootste krekelleverancier van de wereld. Zo, en dat is mij veel belangrijker dan een relatie met een vrouw op te bouwen. Ja. Zo, het is wel overwogen keuze. Ja. En ik heb wel dus die drie kinderen thuis, die bij mij. Daar doe ik heel veel mee. Maar uiteindelijk is het zo dat als de fabriek stilstaat, ja, en ik heb beloofd om een verjaardagspartijtje te vieren met een van de kinderen, ja, dan gaat het verjaardagspartijtje helaas dan niet door. Nee. Dan ga ik wel naar de fabriek. Ja. Zo. Dus is dat dan dat past natuurlijk niet in de tijd, in deze tijd. Nee. Nee. Nee, maar het is ook maar net hoe jij je dat vertelt en hoe jij dat wil natuurlijk. Ja, ja, maar ondertussen ben ik er dus niet op het verjaardagsfeestje. Nee, ja, ik snap je helemaal. Ik begrijp en er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar dat is traumatische ervaring als papa niet op het feestje is. Ja. Ik zeg, nou, je moet eens weten hoe ik getraumatiseerd ben. Mijn vader is nog nooit op mijn feestje geweest. Nee. Ja. 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 Weet je, dus dat is ook weer afhankelijk van mensen. Ja. Dus hetzelfde als dat ik laatst, ik zat in de auto, niet zo lang geleden, een maand of drie geleden, naar aanleiding van een, was een clubhouse wat ik gegeven had. En toen dacht ik bij mezelf, was een mevrouw in die ernstig getraumatiseerd was in haar kindjaren. Mm-hmm. En dus ik had die vrouw te woord gestaan en ik dacht, er is iets wat niet klopt, Maar goed, ik had die vrouw beantwoord en dergelijke. En ik was er niet tevreden over. Die vrouw was heel blij. Die zei, u heeft me ontzettend geholpen. Ik ben er vanaf. En, voor elkaar. Maar ik dacht, het is niet goed. Uh-huh. Dus ik reed verder. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar wat zij zegt, kan helemaal niet. Het kan helemaal niet zo zijn. Omdat, namelijk als je kind bent, van 0 tot 7 jaar, pas als je 7 jaar bent, krijg je bewustzijn. Uh-huh. En bewustzijn wil zeggen dat je erover na kunt denken. Uh-huh. Dat je kunt denken van, was het leuk, was het niet leuk, was het fijn, was het pijn, was het plezier, was het leergedaan, was het een traumatische ervaring. Dat doe je helemaal niet als je dus die leeftijd hebt. Want als je die leeftijd hebt, dan neem je het aan als zijnde dat het zo is. Mm-hmm. Punt.
Dus toen dacht ik, ja, is dat nou zo? Dus ik nadenken, ik denk, is dat nou zo? Want als dat zo is, dan is de consequentie is dat al die mensen die zeggen dat ze dus in hun jeugd misbruikt zijn, of in hun jeugd ontoelaatbaar behandeld zijn, of in hun jeugd getraumatiseerd waren, of in hun jeugd, dat is allemaal kletskoek. Dat hebben ze er later van gemaakt. Dus ik heb er goed over nagedacht. Mm-hmm. En toen heb ik dat ballonnetje opgeladen tijdens een seminar. Ja. Ja, ik heb een ballonnetje losgelaten. Ja. Nou, toen kwam er toch een agressie uit de zaal. Ik denk, ja, ik dat zit... snap ik wel. Ik dacht, snap ik zit wel. Goed. Dan heb je die weerstand weer. Ja. Ja. Nou ja, ja een stukje natuurlijk. Het is jouw beleving dat je dat natuurlijk dat daardoor komt. Nee, het is bewezen dat dus een kind onbewust, die is niet bevooroordeeld. Want er is nog geen, daarboven het hoofd is nog niet rijp om dus een oordeel te hebben. Mm-hmm. Dus een overtuiging te hebben. Nee. Dus we weten allemaal dat dus de buitenwereld wordt gefilterd eerst door onze stemming. Dat is dus het gevoel wat we hebben, onze emotie. Mm-hmm. En daarna gaat het door de hypocleaten, huppelflip doorheen. Mm-hmm. En daar zit ons verstand in. Ja. Dus als je 0 tot 7 jaar bent, is dat nog niet gegroeid. Dus het gaat wel door die stemming naar binnen toe. Maar die brein die zit toch ook nog helemaal in die theta-staat? Ja, daarom. Ja. Dus dat wordt gewoon dat opgeslagen. Wordt gewoon, ja, maar zonder goed of fout. Ja. Het is zoals het is. Ja. Punt. Ja. Dus dat trauma, ja, dat maak je er later van. Ja, dat maak je er ook van. Dat doe je zelf. Maar dat inzicht, ja, dat is bijna niet te verkopen. Want als je tegen een psycholoog zegt, die zegt, je bent hartstikke gek. Ja. Dan zegt, die basis wordt juist wel gemaakt, ja, dan als kind. Zijn. Ja, ja. Maar een kind kan toch niet oordelen? Ja, dat is niet nodig, want die pijn is zo groot. Ja. Dat het zo ingrijpt in het leven van dat kind, mm-hmm, dat daardoor alles misvormt. Ja. Ik zeg, ja, maar dat is toch niet zo? Want die pijn is pijn omdat jij weet dat het pijn is. Ja, nou ja, dat is natuurlijk, ja. En als je niet weet wat pijn is, dan is het gewoon, denk ik, ja. Toch? Ja. Nou ja, ik snap al wat je bedoelt. Ja. Nou, er is hele discussies mee gehad dus nu de afgelopen weken met psychologen, psychiaters, psychiaters, vrienden en zo. Ja, want je ziet, want heb je dan het idee dat de regressietherapie niet werkt? Wel, dus dat, nee, ga je dan weer... regressietherapie, nee, want het is gewoon je gedachte. Ja, het is natuurlijk, het is gedachte. Je gaat met die gedachte aan de gang. Ja, maar dus... En elke keer is je gedachte eruit haalt. Ja, maar het is niet echt gebeurd. Nee, maar ja, je brein weet dat soms niet. Nee, maar dat is het punt. Dus dat brein moet eerst weten dat het niet gebeurd is. Nee. Want dan is het probleem weg. Ja, natuurlijk, dat is zeker. Zo, dus dat is de weerstand. Ja. Ja, hey, maar ja, is dat te verkopen aan je brein? Nee, want jawel, natuurlijk is het te verkopen. Dit is weer een nieuwe methodiek, een nieuw inzicht wat we krijgen hierdoor. Mm-hmm. Dat we dus op een andere manier met het brein moeten communiceren. Ja. Dus als dat trauma er is, dan komt dat trauma dus uit dezelfde brein die nu moet helpen om dus dat trauma te verwerken, om dat trauma te elimineren. Ja, ja. Dus het is een hele, als je erover nadenkt, als je terug gaat, denk er maar over na. Ja, nou ja, ik gebruik natuurlijk heel veel die regressietherapie gebruik ik natuurlijk. En dan frame ik hem heel vaak tussen de 0 en de 7 jaar. Ja. Maar dat zijn de gedachten die hun dan denken, hè, dat ja, ze dat daarop hebben. Ja, die hebben van vandaag. Ja, tuurlijk die gedachten. Maar ze kijken met de gedachten van vandaag naar die tijd. Juist. Ja, en daar denken ze dat ze iets, dat er iets gebeurd is waar ze anders hadden kunnen handelen of anders kunnen denken of anders kunnen doen. Ja. Daar, die gedachten van nu, die veranderen, voor hun beleving veranderen ze daar, terwijl ze eigenlijk gewoon nu in deze tijd zitten. Juist. Want ze kunnen helemaal niet terug in die tijd. Nee. Want je kan niet terug in de tijd, dat bestaat niet officieel. Dus de belemmerende overtuiging die er aan de grondslag ligt, is dat zij de schuld aan iemand anders geven. Ja. Want mama heeft ze in de box laten zitten en papa schreeuwde. Ja. En een broertje die had snel die sneaker op. Ja, natuurlijk, want je laat ze die catharsis maken dat ze... dat ze er anders naar gaan kijken of een actie gaan nemen. Dus ja, nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja, maar de bewustzijn alleen van de cliënt dat hij op latere leeftijd dat gemaakt heeft, wat hem dus niet dient vandaag, dat is dus een veel kortere weg om hem dat te laten zien dat dat niet kan, wat hij zegt of zij. Dat is een veel kortere weg. Ja, zeker. En veel sneller resultaat als dat je dus weer allerlei omtrekkende bewegingen moet maken. Ja. En hoe zou je dan dat sneller wat inzicht kunnen geven? Want als ik dat zo direct zeg... Dat is bewustzijn te creëren bij die persoon, mm-hmm, dat het
geestelijk niet kan wat ze denken wat er is gebeurd. Want de hersenen kunnen dat. Dus je moet vertellen waarom die hersenen dat niet kunnen. Dus het is fictief wat je jezelf voor de gek hebt. Je hebt dus van die gebeurtenis iets gemaakt, ja, terwijl het dus niet zo was. Nee. Want het had een betekenis. En jij hebt die, waarom, dus het interessante is, waarom heb jij die negatieve betekenis eraan gegeven, waardoor jij dus ziek bent geworden? Ja. Dat is interessant. Ja, zeker weten. Dat is een hele andere vraag, als dat je jezelf de vraag stelt van oké, hoe kun je dat oplossen dat dat toen de tijd gebeurd is? Dus verander het frame of reference, verander de overtuiging, verander de modaliteiten, zeker de submodaliteiten. Dus dit is een heel andere weg. Ja. Hartstikke interessant. Ja. Dit was de Vliegwiel Podcast voor deze keer. Vond u deze aflevering leuk? Blijf ons volgen, like deze podcast. En dan zien wij u bij de volgende podcast. Tot ziens!